Overijssel, ze zit hier op haar plek. Kijk hier in haar leven vanaf haar mooie stek. Leef met haar samen, de dingen groot of klein. Hier is weer een nieuwe vlog van Geboren Marjolein. Hey hoi en welkom weer in deze nieuwe vlog. Ik heb vanmiddag een stuk gelopen, nou een stuk 9,5 kilometer gewandeld met een vriendin. En ik had de vlogcamera wel mee, maar het was zo gezellig en het was best wel slecht weer, dus het was wel wat donker in de lucht. Dus ik heb eigenlijk alleen wat foto's gemaakt en nog wel een klein filmpje, dus die laat ik jullie zo even zien. Hierbij nog even wat informatie over de wandelroute. Het is dus van Staatsbosbeheer, wat natuurlijk wel logisch is. We hebben in het Vechtdal gelopen, dat is hier bij huis ongeveer 10 minuutjes vandaan. Tussen Hardenberg en Ommen. En de route kun je dan zeg maar downloaden. En we zijn dus ook in die observatiehut geweest. Daar zag je dus ook wat foto's van. Van de buitenkant en van de binnenkant. Alleen wij hebben helaas geen vogels gezien. We zagen alleen koeien en paarden. En verder was het gewoon een heel mooi natuurgebied. Soms denk ik echt dat ik dement word. Nou ja, dement. Licht vergeetachtig. Ik denk dat ik in januari foto's heb besteld. Echt wel een stuk of 300 om zelf in een fotoboek te plakken. Maar ja, die was ik tot op... heden ongeveer kwijt. En laatst heb ik ze dus teruggevonden. En je gelooft het niet waar ik ze heb gevonden. Ergens in een bak wat eigenlijk spul is om weg te doen. Daar lagen in één keer twee mapjes met allemaal foto's. Dus ik ben laatst heel druk aan het fotoplakken geweest. En nou, ik heb dus ook een hele leuke lijst gemaakt in de wc. Met allemaal foto's van ons. Dus hierbij. Hey hoi, ik ga zo meteen aan de slag met een maaltijdpakket van HelloFresh. En dit ga ik maken. Nou, zoals je weet bestel ik via HelloFresh wel vaker. En dat doe ik eigenlijk altijd op de vegetarische of de vegan manier. En vandaag is het dus vegetarisch. Nou, en dit is dus het gerecht wat ik ga maken. De ingrediënten staan er weer duidelijk op. Dat zit dus ook allemaal in deze zak. En verder is de maaltijd weer voor twee personen. En ik ga maar met de eerste stappen beginnen. En de eerste stap is de ovenfriet maken. Dus daar ga ik nu mee bezig. En wat mij opvalt met HelloFresh is dat we altijd best wel veel aardappelen krijgen. En ik gebruik ze nooit allemaal. Dus ik ga weer verder, maar dit ga ik niet helemaal meer schillen en snijden. Bij stap 4. En het is best wel makkelijk om te maken. Het is wel wat groente snijden, natuurlijk aardappels schillen, maar het gaat eigenlijk best wel goed. Dus ik ga snel verder en dan zien jullie zo meteen het eindresultaat. Nou, de salade ligt al op het bord en de patatjes ga ik zo uit de oven halen. Daarna gaat de kebab erop en dan zou ik zeggen, eet smakelijk! En inmiddels ben ik de vlog die je net hebt gezien aan het bewerken. Dus nou ja, ik hoop dat je de vlog leuk vond en dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.